Yo, beste kijkers van David Wisting, en welkom bij weer een gloednieuwe video. Leuk dat je weer aan het kijken bent en we gaan deze week weer volgas verknallen. Niet één nacht, niet twee nachten, drie nachten maar liefst, vier dagen in totaal. Ik niet alleen, ik samen met mijn grote maat, Bram de Boodschappenman. Laatste nachtje komt Chit er ook nog bij zitten. En ik sta weer bij het oude vertrouwde garageboxie, je kent het wel. En ik ben even mijn spullen een beetje aan het sorteren van vorige keer. We gaan natuurlijk drie nachten weg, dus we moeten aardig voor mee. Het is een beetje een bende, we hebben aardig wat spullen weer binnengekregen. Nieuw voer, nieuw aas, nieuwe spulletjes. We zijn er weer blij mee. En ik ga het hier eerst even de boel een beetje ordenen. Dan ga ik een beetje uitleg geven. Dan gaan we fietsen. En jullie gaan het allemaal meemaken. Blijf lekker zitten. Pak wat te eten en te drinken. Druk alvast op die like button. En we gaan een paar lekkere dikke carpers uittrekken. Tot zo. Zo, kijk eens even aan. Lekker zonnetje. Lekker voorjaar. Het karretje ondertussen ook lekker leeg. En het begint ergens op te lijken. De spullen worden geordend. En het was een beetje de puinhoop, want de afgelopen dagen ben ik alleen maar bezig geweest met oppervlaktevissen op de karper. Lekker simpel met het korstje. Veel kunnen vangen. En binnenkort komt daar ook een video van online. Mocht het nou net zo zijn dat Bram mij denk ik twee dagen geleden belt. Hij zegt, joh Daan, kom alsjeblieft even een paar nachtjes mee, want de karpers gaan afpaaien. Ik zeg, nou goed dat je het zegt. Ik heb het zelf ook een beetje doorgehad. De temperatuur is er, de karpers trekken er ondiepe water in. Tegen de kantjes aan, we weten waar ze zitten. Nou, dan gaan we het gelijk even goed aanpakken. Gelijk even drie nachtjes volgas knallen. Maar dat was één probleem. Je zag het al, er was één grote puinhoop hier zo. Ik had helemaal geen visvoer meer, mijn boilies waren op. De spullen waren één grote puinhoop. En ik denk, ja, hoe gaan we dit aanpakken? Heb ik even mijn vrienden van tijgenotenkopen.nl gebeld. En het is bij hun zo, dat als je voor 9:30 s'avonds bestelt, dat het de volgende werkdag gelijk binnenkomt. Ik dacht, hey, dat is even handig, want wij gaan natuurlijk drie nachtjes vissen. Dus ik heb gelijk even een grote bestelling gedaan. Kijk eens, hier ligt het allemaal. Ze hebben tegenwoordig ook nieuwe verpakkingen. Eerst hadden ze gewoon transparante zakken, maar ze zijn er op vooruit gegaan. Super mooi uiterlijk. Hier hebben we nog kant-en-klare particles, allemaal hoekbaits. Gekleurde tijgenoten met smaakjes. Harde boilies, alles op en eraan. We hebben hier nog veel meer. Dozen vol, pellets, noem maar op. Rich Monkey heeft dus ook weer wat leuke dingen opgestuurd. Bijvoorbeeld een mooie toiletseat. En we gaan eens dus even de laatste puntje op de i zetten. Ik heb hier een paar nieuwe emmertjes. Die gaan we even vullen met wat hoekbaits. Kijk, harde boilies. Gekleurde tijgenoten. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld squid tijgenoten in het rood. Zwarte tijgenoten. We gaan het gewoon allemaal eens een keertje proberen. Dit emmertje. Wordt mijn voeremmer. Nemen we lekker een zak met garlicbollen mee. Wat zou ik er nog meer eens bij doen? Ah ja, dat kan ik ook wel even laten zien. We zijn er nog niet. Kijk. Hoppa, die snijden we even open zo. Ah. Kijk, het is een beetje lastig zo. Maar daar is die. Kijk eens, super mooi ingepakt. Helemaal vershoutfolie. En wat hebben we hier? Kijk eens. Kant-en-klare particles. Gevacumeerd. Die kunnen dus niet bederven. Pas als je ze openmaakt, moet je ze binnen een bepaalde tijd gebruiken. Voordat ze gaan schimmelen. Maar zo kun je ze echt super lang bewaren. Hiervan gaan we ook een zakje meenemen. Die past niet in mijn emmertje, maar die ga ik gewoon lekker in de kar leggen. Het moet niet gekker worden. Heb je deze klauw in één keer? Goedemorgen, jongens. Wat doe je hier? Ik heb mijn ene laatste stage dag gehad. Dus ik was in de buurt. Ik denk, fiets gezellig langs. En weet je waar we tegenwoordig staan? We staan tegenwoordig. Ditmaal staan we in de stekkie. Het is ongekend. Voor alle jeugd. Ik weet niet eens als hoe we heten. Hier, kijk eens. Hoppa. De vlogger van de maand. Is dat even fantastisch. Kom je nou via het stekkie magazine. Vergeet niet te abonneren. En het duimpje omhoog te doen, jongens. Ja toch? Dan ga je meer van ons zien. Hey, wat vind je ervan? Mooi opgeruimd? Ja, op zich. Ja toch? Ja, daar fietsen we dan op het fietsie. En het is ongelooflijk van waar. Maar daar zit hij dan. De enige echte Bram de Boodschappenman. Oh, en Rody Billy Bill. Niet normaal. Lekker weertje, pik. Ja, ik had het even op de fietsie. Hier is hij dan, Bram de Boodschappenman. De man die alles kan. Ja, en wat gaat... even geleden, maar we gaan twee nachten knallen. We hebben knal bij de Paisek. Dus, en wat denk je? Ik denk wel dat we het gaan vangen. Ja, ik hoop het ook. Dus dat komt wel goed. Ik heb er goed voer bij. Succes. Thanks. Yes, met de fanboys aanwezig. Ja, ja, we gaan even een spelletje doen voor de stekken. Ouderwets en pop-upje gooien. En ik ga beginnen. Hij kon weer niet wachten, hè. Hij wil gelijk als eerste pop-upjes gooien. Nou, dan gaan we zien wat het gaat. Goeie ding. Zo. Ah, slecht. Ja, hij is een beetje verstopt in het gras, maar we kijken zo.
Ja, ah, jij weet wel hoe laat het is. Ik weet hoe laat het is. Yes, tentje staat. We zijn lekker aan het genieten van het zonnetje. En verderop. Zie je Bram? En ja, we zijn aangekomen bij het kanaal. Of de vaart, hoe je het zelf wil noemen. Je hebt wel vaker gevist. Loopt echt tientallen kilometers door. En je weet nooit wat je kan verwachten. Hier zo zijn we aangekomen bij een paar speciale paaiplekken. Aangelegd voor de vis. Mag je niet met de boot inkomen. Dus ja, net voor de paai trekt die vis hier massaal in. Een paar obstakels. We zitten dicht bij de tenten. Vandaar ook dat Bram aan die kant zit. En met het zonnetje erbij. De activiteit die we zien. Moet het goed komen. Yes, dames en heren. Nou, we liggen hier echt heerlijk genieten in het zonnetje. En we gaan even een lekker voertje klaarmaken. We hebben alles klaar staan. De hengels zijn helemaal klaar. En ik heb hier de nieuwe Boilie Crusher van Riz Monkey. Ik ga het even demonstreren. Ik ga vandaag vissen met de garlic boilies. 20 mm. En we gooien even een beetje voor. Er zit al een beetje voer in trouwens, maar dat mag niet baten. Kijk, een beetje erin. Gaan we even lekker draaien. Oh, voer weer zetten door. Klepje erop. Ga je even alle kanten op. Yes, kijk eens. Hoppa. En nou trekken we dit ding ervan af. Even kijken waar die open is. Kijk eens. Dit moet je toch even zien, joh. Allemaal kleine stukjes boilie. Die aroma's, die geuren die er vanaf komen. Je wil het niet weten. Dan heb ik hier nog de particlemix. De platina particlemix. En we gaan even lekker erbij gooien. Ik vis trouwens twee hengels met twee XXL tijgernoten. Lekker op dat kleine voertje. Allemaal kleine aas. De karpen zitten daar. We zien ze springen. En nu is het een beetje hustelen. Kijk eens. Dan moet je even kijken. Al die kleine deeltjes. En dan lekker een klein poepie. Of twee grote tijgernoten erboven. En zodra het donker wordt, zijn de vissen hier actief. En dan gaan we kangelen. De onderlijn is er helemaal klaar voor. Zoals ik al zei, twee grote tijgernoten. Kleine haakie. Niet te moeilijk doen. En we vissen natuurlijk weer visveilig als je hem oppakt. Hoppakee. Mocht hij breken. Er liggen hier obstakels. Hij heeft alleen maar de onderlijn in zijn bek. Hier hebben we hem eigenlijk dan. Onze nieuwe voerboot. Helemaal volledig van carbon. Super licht. Nou, je wil het niet weten. Een stuk lichter dan die vorige. En we gaan de onderlijn erin leggen. Kijk eens. Die weer er onderdoor. Je kan hem gewoon eroverheen leggen. Het is de eerste keer dat ik deze gebruik. Een beetje gras erbij krijg ik wat. Hoppa, onderlijn ligt erbij in. Klep je even aan de zijkant. Doe deze weer dicht. Dan gaan we even een paar mooie scheppen voer erin leggen. Kijk. Zo. Dan zorgen dat de lijn een klein beetje strak is. Zodra je het voer gaat loslaten van de boot. Want dan komt precies de onderlijn op het uiteinde van je voer terecht. En dan ligt er geen overbodige lijn op je voerstuk. Moet je die willen. En we gaan hem even lekker uitvaren. Hoppa, nieuwe afstandsbediening. Lijkt wel van de wie van vroeger. Lekker bowlen. Maar we gaan varen. Even de muziek verzachten. En de hengels liggen helemaal ready. We hebben ze echt perfect uitgevaren. Genoeg voer erbij. Mooi. En we hebben echt mega veel vertrouwen in. We zagen al wat karpetjes zwemmen. En Daniel is een ouderwets burgertje aan het bakken. Ja, even old school. Je kent het wel. En kijk eens. Oh, bijna verbrand. Lekker kaasje erop, lekker broodje. En nou is het afwachten. Hè? Top. Ja. Zo, goedemorgen jongens. Gisteravond na het eten. Was gezellig. Kamer was leeg, heb ik aan de oplader gehangen. En toen zijn we in slaap gevallen. Het is nu 6:15 ochtends. Goedemorgen. Staat deze keer wel een keer voor je tent? Ja, ja. Vertel het eens. Nou, vannacht in mijn linkerhengel een paar keer af. En je hebt hier al vaker last van soort halve runnetjes en piepen en zo. Ja. Maar weet dat? Ik pak hem dus op en braas een piep. Nou ja, dan weet je dat de vis in ieder geval op je stek zit. Ja. En vanochtend om 6:10 kaak een keiharde run op mijn rechter. En ik drillen, maar ik Daniel roepen, bellen, maar het is niet ja, vet. Kijk eens hoe ver die tent stap ik. Een aardig stukje uit de tent en op een gegeven moment was de vis al dicht bij de kant.
Toen heb ik de steun even op de... Heb ik de hengel even op de het slipje open. Is die heen komen redden met schut aan. Een goede sprint. En ja, hij zit in het net. Lekker pik. Maar er zit hier ook nog een brazen aan. Zal ik die even binnen halen? Ja, linker zit ook sowieso een brazen. En die swingen nog helemaal op de grond. Ik durf het wel te redden. Piet ook wel een paar keer vermoord. Ja. En anders moet je gelijk weer terugvaren. Kijk, je ziet al die vis bewegen. Ja, kijk dan. Ja, kijk eens. Jawel. Dat is wel netjes. Zo zie je ze beneden. Op de tijgers. Net als mij. Lekker. Okay. Zo, het is mistig gek. Goedemorgen! Godver, 6:30 of zo is het. Brazen per je karpertje. Maar wat draai je nou? Heb je zien activiteit? Oeh, word je bang van. Mijn hengel zit helaas zo erg in de klit. Die moeten we even gaan vervangen. Ik heb alles doorgesneden. Ik kom even wat bij Bram ophalen, een onderlijntje. En hij heeft een mooie visie. Ja, kijk eens. Ik zou eens even komen kijken. Hij was echt best wel sterk. Ja, kanaal hè. Ja. Oké, dan hebben we hier achter een mooie kerel staan. Zullen we eens even de kant willen? Ja, toch. Zo. Voordat we die vis op de mat gaan leggen, even die nat maken. Even het slingetje nat maken. Ja, even nat maken. Beter voor die vis. Even lekker dippen. Ja, joh, best, geef maar. Kijk eens, lekker. Kijk eens, lekker natte wat. Natte sling. Kijk, lekker grote kreddel. Hoppa. Hij zit een beetje raar gehaakt. Hier. Op de Ronnie. Met de Ronnie hier. En we gaan even onthaken. Yes, brommetje. Ja, daar is hij dan. De eerste van de sessie. Hij komt op de Ronnie hier. En het is best een mooi schuppie, niet de allergrootste, maar we zijn er wel blij mee, want er zit lekker veel vis op de stek. Ja, je ziet veel activiteit, hè? Ja, je ziet echt, dat is niet normaal. We hebben ook al 2 brazen, dus dat is minder. Maar, op zich nog wel een kleintje voor je, maar ja, dat is wel groter, hè? Ja, dus we gaan hem snel terug doen en dan... Snel die hemels uitbrand, hè? En we hebben tot 12 uur om nog vis te vangen. Ja, dan wordt het een beetje dood, maar we hebben nog wat uurtjes. We zien ze bewegen, joh. Mag deze weer zwemmen, hè? Ja. Weer terug kamerveren en hij mag even zijn opa gaan halen. Mooi. Hoppa, daar gaat hij. Mooi rakketje. Lekker pik. Eerst zuster. Braaspie. Ja, en toen karpetje. Nou, je ziet echt die activiteit in die gaten. Heel graag snel die hemels uitvaren. Even heel snel uitvaren, want we hebben tot 12 uur. En ja. Dan, dat zegt Bram, hè. Die zegt 12 uur beter ze niet meer. Maar de omstandigheden zijn wel gunstig. Het zonnetje schijnt niet te veel. De karpers weten nog niet echt hoe laat het is volgens mij. Het is nog mega mistig van de 4K net aan Daniel's tent zien. Ja, mooi. De verte. Maar hij trekt dan wel een beetje op, hè? Ja. Ik kom helemaal goed. Je ziet ze gewoon overal. Ze gaan echt ieder moment afpaaien. Vandaag, morgen denk ik. Ze zitten een beetje haast bij. Nou, dat gaat niet te veel voeren. Ik denk dat hij binnen 2 uurtjes afgaat. Zo, gewoon even 1 klein handje. Kind kan de was doen. Aan het ontbijten, 6:30. Lekkere tosties. Hengeltjes gedaan. Hey jongen, eet smakelijk. En even lekker ontbijten. Nou, kijk eens aan, we gaan lekker door. Lekker eitje met kaas en ham. Ziet er misschien niet uit, heeft Bram gebakken. Maar ja, lekker de maag vullen. En dan gaan we even de strategie bepalen. Kijk, ja, kijk daar. Zo, precies boven op mijn stek, hè Bram? Daar liggen precies de vissen. Ja, maar die vreten niet, hè? We zijn ergens anders mee bezig. Sorry, we hebben Bram de boodschappen, man. Lekker tasje vol. We hebben een nachtje, kijk nachtje met Bram vissen. Hij haast op onze grote fan. Hoe is het? Best, man, met jou. Ja, best. Weinig gevangen, wel gelogen. Lekker, man. Die geneukt. Daniel geblenkt, ik eentje gevangen. En een brazen. Maar het komt goed, we gaan sowieso vanaf. Hey, hebben we nog een fanboy. Yo. Wat zie je er ziek uit? Altijd deze. Lekker. Vrijdagmiddag, jongens. Dit is de plek voor vanavond, jongens. Ja. Wie hebben we hier? Ja, wat is er gebeurd? Kijk dan, dat ding is gewoon helemaal verrot. Zo, hij is helemaal kapot. Zitten, ik zeg 100 keer, je mag dat ding nu heen, hè? Ja. Toch neemt hij mee. Ja. Met je kamer te knop. Wat is er gebeurd dan?
Ja, dat ding is verrot, zijn dikke maat ging erop zitten. Ja, op mijn stoeltje. Daarvan ben ik hier niet. Op mijn voerboot houden. Ja, hij is chill, hè? Ik ga nu nog eens met Erwin. Dus die gasten hebben net even de lijn uitgevaren. Nu gaan wij nieuw stekkie met de auto. Dus, zet erop, Pik. Succes. Ja, gezellig. En ik heb de hengels even op de kant gehaald. Allebei vervest. En we gaan vannacht vissen met tijgernoten. Hier zo één grote tijgernoot. Op een kleine haak, kleine her. Hier twee grote tijgernoten, zeewaars. Allebei met een foonpie bevestigd, want Wietse heeft voerboek meegenomen. En ja, onze strategie heeft vannacht niet uitgepakt zoals we wouden willen. Dus we gaan vannacht gewoon lekker dik voeren. Hey Bill. Hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, lekker, lekker. We gaan gewoon vannacht even een paar goede handen hier zo op het lijntje bij de bal smijten. Bij Boompie nog een paar goede handen erbij smijten. Hopen dat het wel werkt. Zo, daar springen ze erachter ook. Gekke reis. Nog steeds niet gezien, hè? Het blijft aardig diep. Nee, joh, het blijft echt diep. Die kwam vanochtend ook al. Ja, ook wat deze groot is. Ja, het is ongelooflijk. Ik zeg, als het weer zo'n klein schupje is. Ja, dat moeten we niet hebben. Als er een spiegel is, word ik gek. En wat is het? Het is gewoon een spiegel. Zo, het is gewoon... Ja joh, zo, het is best een hoog hoor. Voor een kanaal, gewoon een fucking spiegel, gek. Die zwemmen hier weinig bij ons op de vaart. Oké, trek hem omhoog. Ja, 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 trekken. Nee, ja. Ja. Zo, hij is dik, gek. Yes. Hij is dik. Zo. Dit is toch even lekker kijkers. Wietse kwam langs en hij zit al heel wat stoer te doen omdat hij een paar spiegeltjes had gevangen en zo. En nu zit hij op de spiegel. Plek te vissen en wij hebben er gewoon niet al in. Als hij blankt vanaf. Oh. Ja, hij deed lauw, maar hij is dik. Dat is volgens mij echt een ding spiegel. Voor bij ons op het kanaal vang je sowieso niet zoveel spiegel. Kijk, hij is dik, gek. Dikke rug. Zo. Verweeg hoor. Zo. Ik heb even een nieuw PR'tje, gek. Ja, zo. Hij is best hoog. Zo. Zo, pik. Wacht even, een andere lamp. Tik hem eens even aan. Lekker, maat. Wat is je PR nu? Ja, mijn PR is 14,4 kilo. Ook bij mij hier zo, hè? Ook op dat gat. En de kans zit erop dat ik weet je wat? Nou, hij ziet er wel dik uit. Ja, nou, maar ik heb het ervoor over. Strijden. Ik heb het ervoor over. We hadden net geslapen. Zo! Wow. Ja, het is je PR, denk ik. Zo, je 100%. Ja, op het kanaal. 100%. Gek. Nee, joh. Zo, pik. Hij is groot, hè, op het kanaal. Wie is die bek? Oh, de haken. De haken steeds, laat zien die bek. Prachtig bekje zeg. Kijk. Punt gaf. Je ziet alleen een klein wondje van de haak. Precies een onderlipje. En dit was het. Kijk, echt een kanaalstrijder hè. Zo, hij is echt fucking dik. En dit was het aasje op een zwarte tijgernoot. Zwarte tijgernoot met een fake muisje. Perfect. Zo bizar heb ik op een kanaal. PR is 14,4 kilo, maar ik denk echt, en Daniel denkt ook, dat dit mijn nieuwe PR is. Het kan, het kan. Ik betekent een emmertje water morgen, maar ik heb het ervoor over. Kijk, til hem maar eens even op. Hij is, nee, net niet, maar hij is 14,1 denk ik, zoiets. Ja, 14,1. Ja. Ja, 14,1. Dat is ziek, hè? Je tweede grootste vis ooit. Yes, Bram de boodschappen, man. Daar is hij aan, dames en heren. Spiegeltje, 14,1 kilo. En ik ben er echt mega blij mee. Dit was de enige hengel die we niet binnen hadden gehaald, want er kwamen superveel feestboten en zo aan. En ja, het vervoer was een beetje verschoven. Maar deze hadden we laten liggen. Ja, echt, kijk eens naar die prachtige spiegel. Hij is groot, gek. Echt fucking mooi. Kun je hem er vasthouden? Tuurlijk. Je tweede grootste vis ooit, hè? Ja, man. Weer van het kanaal, gek. Even de andere kant. Kijk, dat is gek. Fucking mooi. Ja, echt mooi. Nou, even een foto schieten. En dan kan hij weer terug. Bijna een emmertje water gehad, hè? Oeh, bijna. Geluksvogel, maar een mooie vis, pik. Ja, echt mooie vis. Echt mooie vis. Voor slaap gaan, lekker. Top. Ja, daar gaat hij. Fucking mooi. Lekker, pik. Lekker gewerkt, jongen. Fixen en weer door. Ja, en dan kan je maar slapen. Het is 12 uur weer, dus. Wat is hier gebeurd? Nou,
Ik dacht dat hij lekker uit het netje was. Ja, een lekker kleedje. Ik had hetzelfde vanmiddag, klote zee. Succes. Bram de fucking boodschappen, man. Dat is echt niet te geloven. Die hengel die ligt net op dezelfde plek. 5 minuten zo, ik ligt net in mijn bed. En ja, je ziet hem misschien een beetje slecht in beeld. Maar zijn lijnen zitten een beetje door elkaar heen. Maar hij heeft er weer een spiegel aan hangen, die gek. Precies van dezelfde hengel. Veel op de zwarte tijgernoot. Ja, man. Gek, ga ik ook vaker gebruiken. Oké, even kijken. Weer een spiegel, hij is wel klein. Ah, oh, heel kleintje, uitzettertje. Je bent wel op dreven, spiegelkoning. Hier is de spiegelkoning. Spiegelkoning. Kom maar, kom maar. Beetje omhoog. Nu omhoog. Blokken, zo. Kleintje hebt er zin in. Ja. Hoppa. Lekker jongen. Even onthaken in het net. Want ja, daar zie je toch. Klein beetje als lijnen zitten door elkaar heen. Althans, allebei zijn lijnen. Wat zeg je? Hij heeft wel mijn lood gekaapt. Ja? Ja, die ben ik kwijt. Ah, jammer. Maar je hebt wel een mooie vis. Ja. Nummertje 2 van de sessie. Nou ja, nummertje 3 in totaal. Maar nummertje 2 van de tweede nacht. Weer een spiegel. Weer op het zwarte tijgernootje. En dit wordt echt een nacht vol slachten. Ja, pik, ze helemaal los. Echt niet normaal. Ik word helemaal naar huis gevist hier. Ze zijn niet meer aan het paaien. En Daniel had zijn hengel weggehaald op het tweede gat. Ik heb hem laten liggen. En het levert het op ook. Ja, gewoon weer. Oude spiegelkoning. Ja, echt niet normaal. Lekker bezig, pik. Hij mag Sven een fotootje gemaakt. En gaan terug. Ja, ook naar de volgende. En hij mag even zijn oma halen. Yes, lekker pik. Lekker man. En snel het hengeltje in, want ze zijn los en dan gaan wij lekker slapen. Ze zijn los! Ah! Zo, een hele goede morgen, kameraden, dames, heren. We zijn er weer om jullie wat te leren. Bram, wat heb je geflikt vannacht? Ja, het is ongelooflijk, maar waar. Ik heb vannacht 3 spiegels gevangen. Op het kanaal? Ja, soms moet je wel eens geluk hebben. Soms gebeurt hier nooit dat je een spiegel vangt. Echt bizar. En we hebben er nog 1 in de sling, die gaan we zo aan jullie laten zien. Ja, ook weer een dikke, hè? Een hele mooie. En ik heb nog niet gewogen, maar ik denk wel dat die rond de 12 kilo is. Dus, 2 uurtjes geleden gewoon, ik laat hem nog te slapen. 2 uurtjes geleden even gezakt, want daar lag slapen was moe. 2 vissen al binnen 25 minuutjes en zo. En ja, tweede nacht hier, dus even laten liggen. Even een tellertje gezakt. En, ja, lekker pik. Gaan we eventjes doen en dan gaan we lekker opruimen. Ja, want het is nog een beetje in de zooi. En daarna gaat Daniel door nog naar een ander stek. Ik ga even lekker een potje voetballen. En, komt hij terug met chitten van de ski? En dan kom ik terug met chitten en dan komen we erbij zitten. Het allerlaatste nachtje, maar voor mij is het al helemaal geslaagd. Lekker pik. Dikke vis weer erbij. Dikke spiro, spiro koning. Ja, maar ben ik even helemaal naar huis geweest. Alleen maar brazers voor Daniel. We hebben een brazerkoning en we hebben de spiegelkoning. In 1 sessie. Echt niet te geloven, ik kan het gewoon niet geloven. Wietse met zijn grote mond ook weer geblankt, ook weer een brazen vannacht. Daarom jongens, zwarte tijgernoten, de tip van Bram. Ja, hij is helemaal verkocht door zijn zwarte tijgernootjes. Nou, het heeft zichzelf wel bewezen vannacht. Bram die zegt trouwens nog dat het volgens mij dezelfde spiegel is. Nou, dat betwijfel ik. Nee, hij is iets kleiner hoor. Zo, pik! Hij is zo! What the fuck maak ik hiermee? Hij zegt, nee, deze is kleiner dan die vorige. Misschien is het wel dezelfde. Hij heeft veel, echt een veel dikke gebruik. Ik denk dat hij echt dik is. Ik heb 30 gevangen, dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Nee. Gaat ze uit de zon? Zo. Kijk hoe hoog die is, gek. Ja, is fucking hoog, hè. Zo. Hij is koudig dik. Kijk die buik. Zo. Echt fucking mooi. Jezus Christus, Bram. Dit is denk ik PR. Ik hoop het. Zo, vannacht was het al bijna zo. Jezus. Kijk, wat een buik. Jezus, wat een varken. Niet normaal. Rustig. Jezus, kijk dan. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat dit je PR is, Bram. Dat zou toch wel helemaal geweldig zijn voor de sessie. Ja, maak jij alvast een emmertje leeg dan. Kijk, punt gaaf, hè. Hij mag geen wondje in zijn bek, amper gevangen deze vis. Zo, kikker dit. Ah, lekker Bram. Gewoon weer, hè? Laat hem maar eens even zien. Op de Ronnie, jongens. Zo. En, het zonnetje schijnt, zorg dat de vis goed nat blijft. Juist. Klein emmertje van grote vis. Lekker. Kijk dan, jongen, wat een varken van het kanaal, hè.
Hier vissen we al jaren. Dat is misschien wel de grootste vis die ik hier heb gezien met de spiegelzauwen. Kijk dan. Prachtig. We moeten hem nog wegen en foto's maken. Hij was ook sterk, jongen. Ja, joh, wat een beest. En zelf geschept, want Daniel die lag gekomen. Ja, je bleef maar vangen, jij. Kijk eens, jongen. Ja, die andere kant, dat bekje is punt en punt af. Kijk dan. Echt heel ziek. Kijk, je trekt wel maar kijkers, hè, Bram. En hoe lang zit je hier nou al hier? Hoeveel spiegel die was? Dat was 14,1. 14,1. Jouw record is 14,4. Het zou toch wel lekker zijn als hij er overheen gaat. Oké, okay, kom op, moment van de waarheid. Pik, hij is 16 kilo pik, 32 pond. Ja, lekker ouwe, lekker. Holy shit man. Oh, gefeliciteerd je. Je eerste 30 de jaren vissen. Mooie afsluiter dit. Ah! En emmer water. Ik ga het even neerzetten, kijken of het ziet. Ja, ja, ja. Klaar ervoor? Ja, eigenlijk niet, maar we hebben het ervoor over. De vorige PR, een paar jaar geleden mocht ik het ook doen, hè? Ja, het was ook Daniel. Oké, jongen, nieuw PR, zijn eerste 30, hè? 3, 2, 1. Zo. Lekker, lekker, papa. Eerste 30 zo. Is eindelijk zover. Ja, wat een basissessie, pik. Je hebt me volledig naar huis. Na het emmertje en de natte Bram. Waren we de vis aan het terugzetten, dan kon je zien. Maar de geheugenkaart was vol. Dus ja. Hij zat er net niet op, maar hij is echt netjes teruggezwommen. Echt fucking bij. Ja, netjes teruggezwommen. En ja, nu wordt het tijd eigenlijk om af te breken, hè? Ja, we gaan opruimen en... Trappen. Ja, einde van de sessie en wat voor een sessie. Ja, zo. Daar had ik gewoon niet verwacht. Hij dacht, even een knolletje in de slag. Nee, jij zit tegen mij, kei dan die andere, 12 kilo zo. Ja, gekke man. Ja, jij wist natuurlijk niet hoe een 30 eruit zo. Nee, nu weet ik het. Ik kom eindelijk bij de club. Ja, yes, lekker muziekie. En we hebben alles weer als Speedy Gonzales ingepakt. Kijk, geen velletje meer op de stek. Bram daar verderop, die is nog even bezig, de boodschappenman. En ja, het lekkere weer komt eraan. Wij merken het zelf ook, alle vrienden willen mee. Het is altijd gezelligheid, lekker barbecue aan de waterkant. Voor ieder wat feest. Alleen ja, vergeet het natuurlijk nooit een vuilniszakje mee te nemen. We hebben twee dagen zitten vissen, twee nachten. En ja, daar is toch wel weer een volle vuilniszak uitgekomen. Als iedereen dit dat doet, professionele karpervissers, amateuristische karpervissers, mooie weervissers, maakt niet uit. Dan gaan we gewoon altijd die tyfuszooi op. En dan houden we samen de waterkant lekker schoon. Yes. Yes. Een hele goede middag, dames en heren. De sessie zit er weer op. Vond je hem nou leuk? Doe even een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, ik ben echt niet normaal blij. Mijn weekend komt niet meer stuk. En lekker, man. Dat is echt niet normaal. Tot volgende week in je voeren om. En een keertje even weg van de knollenputten. Komende tijd veel dikke video's. Oppervlakte vissen, kanaalvideo's. Ja, alleen maar dikke vissen. We gaan er voor dit jaar. Stay tuned en ik zie jullie volgende week. Lekker cheese!